Het woord van God zet ons vandaag stil bij Jesaja 33. God staat op om Jeruzalem te verlossen. Inleiding 1. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Zo klinkt het in Handelingen 2, na de toespraak van Petrus. Als het hart geraakt wordt, dan komt er echte verandering. Niet meer wat moet ik weten, maar wat moet ik doen? De reuk van de Messias, de vreze des Heren, hangt dan om ons. Jesaja 11 vers 3. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien, en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Jesaja 33 vers 6. Hij zal zijn de vastheid van uw tijden, een rijkdom aan heil, wijsheid en kennis. De vreze des Heren zal zijn schat zijn. Inleiding 2. Dat is het rijk van de Messias. Daniël 12 vers 10. Velen zullen gereinigd, zuiver, wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen. En geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. En Openbaring 22 vers 6. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen wat met spoed moet gebeuren. De zeven brieven aan de gemeenten, Openbaring 2 en 3, eindigen met: wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Lezen Jesaja 33 vers 1 tot en met 6. De wereldsabbat breekt aan. Wee u, verwoester, u die zelf niet verwoest bent, en u die trouweloos handelt, al heeft men tegenover u niet trouweloos gehandeld. Hebt u het verwoesten voltooid, dan zult u zelf verwoest worden. Bent u gereed met trouweloos handelen, dan zal men tegen u trouweloos handelen. Heere, wees ons genadig. Op u hebben wij gewacht. Wees elke morgen hun arm. Ja, ons heil in tijd van benauwdheid. Voor het daverend geluid zullen de volken vluchten. Als u zich verhoogt, zullen de heidenvolken overal verspreid worden. Dan zal uw buit verzameld worden, zoals zwermsprinkhanen zich verzamelen. Zoals sprinkhanen erop afstormen, stort men erop af. De Heer is hoog verheven, want Hij woont in de hoogte. Hij heeft Sion vervuld met recht en gerechtigheid. Hij zal zijn de vastheid van uw tijden, een rijkdom aan heil, wijsheid en kennis. De vreze des Heren zal zijn schat zijn. Er wordt verslag gegeven van een onvervulde toekomst, dat het lijkt alsof de profetie al vervuld is. Jesaja 33 vers 1 tot en met 6 handelt over een moment aan het eind van de grote verdrukking, als Yahweh persoonlijk ingrijpt en een einde maakt aan de satanische machten die tegen hem en Jeruzalem opgetrokken zijn, om hen die God nog dienen meedogenloos te vervolgen. Openbaring 13 vers 16 en 17. Dat zijn zij die Yahweh liefhebben en weigeren om hem te verloochenen. De bondgenoten van de antichrist worden tijdens de grote verdrukking door hem verraden. Maar hij verraadt hen wel en zal met ijzeren hand over hen regeren. De antichrist zal zich uiteindelijk verheffen tegen God zelf, wanneer het verwoesten voltooid is, vers 1. Daniël 11 vers 36. Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Maar als de maat van zijn woede vol is, grijpt de Hoogheilige in. Hij stuurt Christus. Die zal de antichrist doden. 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Om over na te denken 1. Jesaja vertolkt als voorbidder het zuchten van de gelovigen. Yahweh, wees ons genadig, naar u zien wij uit, vers 2. Ze hebben zich bekeerd en hopen op hem. Is voorbidding mogelijk
als er nog geen bekering is. De uitgestrekte arm van Yahweh, vers 2, is zijn verlossende macht. Ter wille van de uitverkorenen heeft hij die dagen ingekort, Marcus 13, vers 20. Bedoeld zijn die onhoudbare dagen van de grote verdrukking. Joël 2, vers 32. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn. Voor de ontzagwekkende stem van Yahweh als hij komt met zijn hemelse legermachten, Jesaja 26, vers 1, vluchten de verbonden volken weg. Openbaring 16, vers 1. En het is snel gebeurd met de tegenstand. De heidenvolken zullen worden verspreid, vers 3. Van het reusachtige leger van Gog worden alleen de levende wezens vernietigd. Zacharia 14, vers 22 spreekt van wegteren. Vers 4. De oorlogsbuit, vooral oorlogstuig, valt onbeschadigd in de handen van de Israëlieten. Zacharia 14, vers 14. Zodat het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt. Goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden. Om over na te denken 2. Jesaja, koning Hiskia en het volk van Juda zuchten in hun dagen onder het Assyrische geweld als Sanherib Jeruzalem bedreigt. Is de verlossing in 2 Koningen 19 vers 35 tot en met 37 een wonder dat ook goed past binnen het Messiaanse Rijk. Van die tijd af regeert Yahweh met rechtmatig oordeel en in gerechtigheid en zal de Messias, Jezus Christus, koning in zijn naam zijn. Daarmee begint het Messiaanse Rijk, vers 5. Jesaja 9, vers 6. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Vers 6. De vreze des Heren zal zijn schat zijn. Lezen Jesaja 33, vers 7 tot en met 11. Yahweh toont zijn macht en een schuilplaats in de bergen. 1. Zie, hun allersterksten schreeuwen het uit daarbuiten. De vredeboden wenen bitterlijk. De gebaande wegen zijn verlaten. De gebruiker van de weg ontbreekt. Hij verbreekt het verbond. Hij versmaadt de getuigen. Hij acht geen sterveling. Het land treurt, verkommert. De Libanon staat beschaamd. Hij is verwelkt. Saron is geworden als de vlakte. En Bazan en Karmel schudden hun bladeren af. Nu zal ik opstaan, zegt de Heere. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. U gaat zwanger van stro. U zult stoppels baren. Uw adem is een vuur dat u verteren zal. De oordelen van Yahweh en het woede van de Antichrist en Gog zullen grote verwoestingen aanrichten en ontelbare slachtoffers eisen. Deze periode is waarschijnlijk het tweede deel van de grote verdrukking, als de Antichrist het verbond met Israël eenzijdig verbreekt, vers 8. De Antichrist zal zich als een god laten vereren. De mannen van de Ariël, vers 7b, zijn de priesters die de brandoffers verzorgen, zullen daar niet aan mee willen werken en daarom de tempel verlaten. Buiten de tempel schreeuwen zij het uit en bejammeren zij deze ultieme godslastering. Gruwelijk worden de gelovige Joden, die het beeld van het beest weigeren te aanbidden, vervolgd. Openbaring 13, vers 12 en 15. Matthäus 24, vers 15 en 16. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniël zult zien, staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. De Antichrist zal de volkeren van de hele wereld meekrijgen om Satan te dienen. De mensheid zal zich massaal tot Satan keren. De aarde zal wankelen en vernietigd worden als de hoogheilige
zijn oordelen over de aarde uitstort. Maar door het Messiaanse Rijk wordt de wereld gered van de ondergang. Dan daalt de Messias op de Olijfberg neer. Zacharia 14 vers 4. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Om over na te denken, 3 vers 9 beschrijft de eens zo prachtige landstreken die door de oordelen van God en de oorlogen van de mens verwoest en ontvolkt zullen worden. De Karmel, Saron, Bazan. Twan Kooijmans beschrijft in Puur Natuur winter 2019 het natuurgebied Campina in Brabant. Het panorama is geweldig, maar we kijken naar een steppe in plaats van een heideveld. Je ziet bijna alleen maar gras en die eiken, niet één heeft nog een fatsoenlijke kroon. Je kijkt er dwars doorheen. Het is één en al treurigheid. Dit is wat stikstof doet. Is stikstof langzamerhand niet een oordeel aan het worden in plaats van een zegen? De Hoogheilige neemt zelf het heft in handen als de beker van zijn toorn bijna leeg is. Vers 10. Het doel is duidelijk omschreven. Nu zal ik verheven worden. Dat is het antwoord op de godslastering die gestalte krijgt in het beeld van het beest waarin Satan zich gelijkstelt aan Yahweh. De werken van de goddelozen hebben geen waardevolle opbrengst gegeven die tot eer van Yahweh dienen kan, maar leveren slechts waardeloos kaf en stoppels, vers 11. Deze goddelozen met hun destructie en verwoesting zullen door Gods oordeel worden verteerd. Lezen Jesaja 33 vers 12 tot en met 16. Yahweh toont zijn macht en een schuilplaats in de bergen 2. De volken zullen verbrande kalk worden. Als afgekapte doorn zullen zij met vuur verbrand worden. Hoor u die ver weg bent wat ik heb gedaan. En u die dichtbij bent, erken mijn macht. De zondaars in Sion zijn angstig. Huiver heeft de huichelaars aangegrepen. Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur? Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed? Hij die wandelt in gerechtigheid en billijk spreekt, die winstbejag door afpersing verwerpt, die zijn handen afwerend schudt om geen geschenken aan te nemen, die zijn oor dichtstopt om niet van bloedvergieten te horen, die zijn ogen sluit om het kwaad niet te zien, die zal wonen op de hoogten. Bergvestingen op de rotsen zullen zijn veilige vesting zijn. Zijn brood wordt hem gegeven. Van water is hij verzekerd. Vers 12. Het enorme leger van de heidevolken onder de banier van God en Magog, Zacharia 14 vers 1 en 2, stelt zich op in de vlakte van Megiddo, maar wordt door de plaag, Zacharia 14 vers 12, uitgeroeid. Het ultimatum van de Hoogheilige luidt daarna: buig en geef Yahweh eer of sterf. Vers 13. In de verheffing van de Messias tot koning, symbool van een nieuwe tijd, en de komende intrek van Yahweh in de tempel, wordt de oude tijd afgesloten. Satan mobiliseert alle kwade machten van de wereld om die overgang naar de nieuwe tijd tegen te houden. Torah getrouwe Joden vluchten weg uit Jeruzalem naar Petra om aan de woede van de antichrist te ontsnappen. In die tweede helft van de grote verdrukking nemen de oordelen van Yahweh sterk in hevigheid toe. Er is geen sprake meer van een strijd waarvan de afloop onbeslist is, vers 14, want wie kan verblijven bij een verterend vuur? Het antwoord, vers 15, luidt in Micha 6 vers 8, die zijn handen afwerend schudt om geen geschenken aan te nemen, die zijn oor dichtstopt om niet van bloedvergieten te horen, die zijn ogen sluit om het kwaad niet te zien. Matteüs 24 vers 15 en 16, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting
waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien, staan op de heilige plaats. Laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Vers 16. Om over na te denken 4. De zondaars in Sion, vers 14, zullen hun straf niet ontlopen. Maar voor degenen die genaderd zijn tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem, Hebreeën 12, vers 22, is dit blijkbaar veranderd. Hoe dan? Lezen Jesaja 33, vers 17 tot en met 24. Het vrederijk breekt aan. Uw ogen zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. Ze zullen een wijd, uitgestrekt land zien. Uw hart zal de verschrikking overdenken. Waar is de schrijver? Waar is de betaalmeester? Waar is hij die de toren stelt? Het onbeschaamde volk zult u niet meer zien. Het volk met zo'n onbegrijpelijke taal, dat je het niet begrijpen kunt, met die bespottelijke tongval. Het is niet te verstaan. Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een veilige woonplaats, een tent die niet afgebroken zal worden, waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden, en waarvan geen enkel touw gebroken zal worden, want de Heere zal daar in zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen zijn. Geen roeiboot zal erop varen, geen statig schip zal er passeren. De Heere is immers onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Hij zal ons verlossen. Uw touwen hangen slap. Ze houden hun mast niet op zijn plaats. Ze spannen het zeil niet uit. Dan wordt er een rijke buit verdeeld. Zelfs verlanden roven buit. Geen inwoner zal zeggen: ik ben ziek. Want het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. Vers 18. De ballingen van Petra zijn gevlucht voor de antichrist, toen deze zich als een god verhief. Dat zijn de verschrikkingen die zij overdenken. Het is dan logisch dat zij zich afvragen waar die antichrist gebleven is. Waar is hij die de wereld in een ijzeren greep hield en het hele geldsysteem beheerste? Ze zullen nauwelijks kunnen geloven dat hun Messias hem gedood heeft en Gods vijanden zijn vernietigd door de plaag. Zacharia 14, vers 12 en 13. Vers 19. De gevluchte ballingen zijn bijna op hun bestemming. Dat is geen weerspannig volk, zoals in het verleden dat occult belast was en zich tot de geesten van de onderwereld keerde, dat de ware God belasterde. Het zal een volk zijn, goden toegewijd. Het zal ongetwijfeld een buitengewoon ontroerend moment zijn als de ballingen uit Petra Jeruzalem zullen binnentrekken. Vers 20. Dat is geen Jeruzalem dat bedreigd wordt door een vijand. Nog een Jeruzalem dat wreed verdrukt wordt door de antichrist. Dan zal de stad een oord van vrede zijn waar de Messias regeert. En Yahweh weer in de tempel woont. Uw ogen zullen de koning in zijn schoonheid aanschouwen. Vers 17. Die komt om de gevluchte ballingen in Petra op te halen. Jesaja 16 vers 1. Psalm 46 vers 3 berijmt. Geen onheil zal de stad verstoren, waar God zijn woning heeft verkoren. God zal haar redden uit de nood, bij het dagen van het morgenrood. Men zag de heidenen kwaad beramen, de koninkrijken spanden samen, maar God verhief zijn stem en de aard versmolt, voor hoogsten toorn vervaard. De Ariel werd gedoofd in Jeruzalem, Jesaja 29 vers 1 tot en met 4. In vers 21 wordt met de komst van Yahweh naar de tempel in Jeruzalem de Ariel weer ontstoken en worden de offers hervat. Yahweh ontsluit een bron die onder de tempel ontspringt, de tempelbeek, geen gewone rivier. Openbaring 22 vers 1. En hij liet mij een zuivere rivier zien,
van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het lam kwam. Ezechiël 47 vers 12. Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. Elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt. Hun vruchten zullen tot spijzen zijn en hun loof tot geneesmiddel. Geen oorlogsschip vaart daar meer in deze heilstijd. Vers 21c. De gelovigen in Jeruzalem, die de Messias zien aankomen op de Olijfberg, Zacharia 14 vers 4, verenigen zich met de ballingen en samen planten ze een banier. Door dit teken wordt het koningschap van de Messias bevestigd. Vers 22. Dan zal zelfs een lamme buit bemachtigen. Vers 23. Vers 24. In het Messiaanse Rijk zal ziekte een zeldzaamheid zijn. Mensen zullen een uitzonderlijk hoge leeftijd bereiken, zoals lang geleden voor de zondvloed het geval was. Jesaja 65 vers 22. Kindersterfte zal niet meer optreden. Jesaja 65 vers 23. En zelfs de natuur zal de shalom genieten, want dieren zullen elkaar niet meer verscheuren. Jesaja 65 vers 25. Wie toch nog ziek wordt, zal van het loof van de bomen eten die langs de tempelrivier staan en gezond worden. Toch zijn er dan ook nog zieken. Mensen die zijn zegeningen niet willen accepteren. Psalm 24 is een lied over dit Messiaanse Rijk. Om over na te denken 5. David zegt in 2 Samuel 24 vers 14, de straf op de volkstelling, laat mij toch in de hand van de Heere vallen, want zijn barmhartigheid is groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. Straft God milder dan mensen?